Het is allemaal D66 inteelt. De minister is van D66, de staatssecretaris is van D66, de hoogste ambtenaar media op het ministerie is van D66. Samen controleren ze de NPO, tot voor kort geleid door iemand die nu wethouder is voor D66. We wachten nog op het rapport van de ADR, dat valt onder het ministerie van Financiën, waar mevrouw Kaag de minister is van D66. En durf maar eens te zeggen, voorzitter, dat het geen staatsomroep is. We vergaderen nu gewoon over de inhoud van televisieprogramma's. En deze hele D66-kliek heeft allemaal hetzelfde belang. 1. Verdoezelen dat de mediawet een dode letter is en totaal niet wordt nageleefd. We gaan praten over omroepverenigingen. De praktijk is dat er 1 iemand is, Frans Klein, de directeur video, die gewoon uitmaakt wat de inhoud is van televisieprogramma's, dat indeelt en dan wordt er een penvoerder bij gezocht. Dat is dan een omroep, die wordt erbij geplakt. Dat is dan de omroepen, dat zijn de omroepverenigingen waar wij zo'n grote mond over hebben.